Hallo allemaal en allemaal welkom bij een gloednieuwe video. Deze video weer zoals elke video van mij inmiddels een hele speciale video. We gaan namelijk kijken naar een van mijn mierenkolonies. We gaan deze video kijken naar mijn Lasius umbratus kolonie. Dit aangezien daar best wel het een en ander veranderd is. Waardoor deze kolonie dus wel een eigen update verdient. Ik heb namelijk erg leuk nieuws. Nou, de umbratus kolonie die staat hier dus in de voorgrond. Ik houd ze in een gipsnestje van mieren specialist in een standaard action bakje. Let even niet op de vieze buitenwereld. Die ga ik hem vandaag nog schoonmaken. Nou ja, anyways. Er is daar dus het een en ander veranderd. En ik ga nu dus even op het nest inzoomen, aangezien daar erg leuk nieuws over te melden valt. Lasius umbratus is dus een parasitaire mierensoort. Nou, wat houdt een parasitaire mierensoort dus precies in? De meeste mierenkoninginnen die zullen na het paren, wat op een zogenaamde bruidslucht gebeurt, de meeste kennen dat denk ik wel, dat zijn meestal een paar dagen in het jaar, dat je overal vliegende mieren ziet. Nou, dat zijn dan meestal jonge koninginnen die dan uitvliegen om met meerdere mannetjes te paren. Dat zijn dan ook vrij grote, dikke mieren. Dat gebeurt dan ook massaal tegelijk bij sommige miersoorten. De meeste van jullie die zullen dat wel een keer gezien hebben. De meeste koninginnen die zullen daarna na de bruidsvrucht landen en dan een holletje graven waar ze de eerste eitjes leggen, waar larven uitkomen die ze dan zullen verzorgen. Nou, die larven zullen dan verpoppen en na enige tijd zullen daar dan de eerste werksters uitkomen, wat dus de start is van een mierenkolonie, waarna de kolonie dus verder zal groeien. De meeste mierenkoninginnen, dat is per miersoort anders, maar bij de meeste miersoorten, daar zullen de mierenkoninginnen de eerste larven grootbrengen met behulp van zogenaamde vetreserves. Die mierenkoninginnen die hebben namelijk in het nest waar ze geboren zijn, hebben ze enorm veel vetvoorraden meegekregen, waarmee ze de eerste larven zullen voeden en deze dan zo groot zullen brengen. Daarnaast zullen de meeste koninginnen ook hun vleugelspieren afbreken. Deze hoeven namelijk nooit meer te vliegen, dat hoeft eigenlijk alleen maar tijdens de bruidsvlucht, waardoor deze vleugelspieren vrijwel overbodig zijn. Deze koninginnen zullen dan dus ook de vleugelspieren afbreken en deze voedingsstoffen dan beschikbaar maken en aan de larven voeren. Nou, dit is dus hoe het stichtingsproces voor de meeste miersoorten werkt. Er zijn echte miersoorten waarbij dit wat anders gaat. Dat is namelijk soortafhankelijk. Je hebt namelijk ook parasitaire mierensoorten. Nou, wat dat dus inhoudt is dat deze koninginnen van deze miersoorten die hebben geen vetreserves en geen voedselvoorraden. En dat houdt dan ook in dat ze, als ze een paar dagen niet gevoerd zijn, dat ze dan ook vrijwel direct zullen sterven. De meeste mierenkoninginnen van parasitaire miersoorten die zullen dan ook niet langer dan 5 dagen overleven zonder dat ze gevoerd worden. Dit heeft natuurlijk wel tot consequentie dat deze koninginnen dus niet zelfstandig een kolonie kunnen beginnen, in tegenstelling tot Fully claustrale soort die ik zojuist behandeld heb. En wat deze koninginnen daarom gaan doen is het volgende. Deze koninginnen die zullen dan op zoek gaan naar een kolonie van een specifieke mierensoort. Dat is een miersoort die meestal vrij nauw verwant is aan de parasitaire soort. Daar zullen ze dus een kolonie van opzoeken. Die kunnen ze ruiken. Die zullen dan proberen om dit nest binnen te dringen en de koningin van dit nest te doden. Dat zullen ze of zelf doen, of ze zullen de werksters van de gastkolonie, zoals we dat dan noemen, hier opdracht doorgeven door middel van speciale feromonen. Als deze koninginnen dan zijn aangenomen door het gastnest, dan zullen deze dan eitjes gaan leggen waar de werksters van het gastnest voor zullen zorgen. Deze larven die eruit komen, die zullen dan na verloop van tijd verpoppen, waaruit dan werksters van de parasitaire mierenkoningin komen. Die werksters van het gasnest, die zullen dan op een gegeven moment uitsterven of verjaagd worden, waardoor de kolonie dus geleidelijk zal gaan bestaan uit uitsluitend werksters van de parasitaire mierenkoningin. Nou, Lasius umbratus gebruikt hiervoor dus kolonies van de zwarte wegmier. Deze manier van koloniestichting is erg complex. Er is ook van alles dat mis kan gaan. Vaak zal zo'n parasitaire koningin namelijk niet goed worden aangenomen door zo'n gastnest. De meeste mierenkoninginnen die parasitair zijn, zullen vrij snel worden doodgemaakt. Ook kan het zijn dat de mieren van het gastnest uiteindelijk niet goed voor het broed van de parasitaire koningin zullen zorgen, waardoor de sterfte onder parasitaire mierenkoninginnen dus over het algemeen erg hoog is. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk jammer. Aan de andere kant vind ik het daarom wel een van de gaafste manieren van koloniestichting bij mieren. Ik denk wel de gaafste manier, aangezien het daarom ook echt een kick is als je dit in gevangenschap wel voor elkaar kunt krijgen, wat de meeste mensen dus niet lukt. Bij mij is dit, zoals je echter kan zien, wel gelukt. Je ziet namelijk al dat de eerste werksters van de Lasius umbratus rondlopen. Deze zijn te zien als gele miertjes tussen de zwarte wegmieren. Erg gaaf dat het me is gelukt, aangezien het dus bijna nooit goed gaat zoals ik zei, waardoor het dus echt wel vrij zeldzaam is. Nou, naast de mij inziens coole manier van koloniestichting is Lasius umbratus ook een erg interessant
en geheimzinnig soort. De soort wordt namelijk ook wel de gele schaduwmier genoemd. De werkers zijn ook knalgeel, net als Lasius flavus. Dat komt namelijk omdat ze heel erg diep nestelen meestal. Ze nestelen op schaduwrijke plekken, zoals de naam dus aangeeft. Bijvoorbeeld in kruipruimtes kunnen ze nestelen, maar ze kunnen ook in de grond nestelen. Dat kan dus wel tot 1,5 meter diep zijn soms, waardoor ze in de natuur vaak ook lastig te vinden zijn. Dit is overigens ook de reden waarom de werksters van Lasius umbratus geel zijn. Soorten die veel onder de grond leven, zoals Lasius umbratus, die zijn namelijk meestal knalgeel. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor werksters van Lasius flavus en Lasius mixtus, die ook veel onder de grond leven. Soorten die veel onder de grond leven zullen namelijk weinig pigment aanmaken, waardoor dus deze gele kleur ontstaat. Nou, Lasius umbratus mieren zul je dan ook eigenlijk vrijwel nooit boven de grond vinden. Ze zoeken hun voedsel voornamelijk onder de grond. Nou, waar ze precies onder de grond van leven is nog altijd een mysterie. Veel soorten, waaronder de gele weidemier, oftewel Lasius flavus, die ook een ondergrondse levenswijze vertonen, die leven vooral van de afscheidingen van wortelluizen. Nou, bij Lasius umbratus, oftewel bij de gele schaduwmier, ligt dit een beetje anders. Deze nesten zitten namelijk vaak erg diep en op deze dieptes zijn meestal vrijwel geen wortelluizen te vinden, waardoor het dus nog altijd een groot mysterie is hoe deze mieren onder de grond overleven, waar dus nog veel over te ontdekken valt. Ook is de neststructuur van gele schaduwmiernesten erg bijzonder. Gele schaduwmiernesten die bestaan namelijk onder de grond uit een soort kartonachtige structuren, zoals je die ook bij houtmieren ziet. Zo hebben Lasius umbratus nesten ook deze kartonachtige structuren. Daarnaast hebben ook gele schaduwmieren bepaalde schimmels die in hun nest groeien, die je nergens anders kunt vinden. En waar deze schimmel voordient is dan ook nog altijd een mysterie. Eerder werd wel eens gedacht dat de gele schaduwmieren uiteindelijk leefden van de afscheidingen van deze schimmels, maar er is uiteindelijk een onderzoek gedaan of deze schimmelsporen in de lijven van de mieren konden worden gevonden, wat uiteindelijk niet het geval bleek te zijn. En het is daarom ook nog altijd een mysterie waar deze schimmel nou uiteindelijk voor dient. Hier in deze nestkamer kun je nog een aantal, met name wat grotere, maar ook wat kleinere larven zien. En wat mooi te zien is, is dat deze larven goed gevoerd zijn. Als je namelijk vooral bij de wat grotere larven kijkt, dan zie je dat deze een soort blauwe punt in zich hebben. Daar ga ik nu wat proberen op in te zoomen. Je ziet dat deze een soort zwart-blauwe punt in zich hebben. Dit zijn namelijk de larvenmagen. En als je ziet dat deze blauw-zwart kleuren, dan weet je dat deze goed gevuld zijn met eten en dat de larven dus prima worden verzorgd. Wat aan deze larven overigens nog extra bijzonder is, is dat deze ook redelijk bewegelijk zijn ten opzichte van larven van veel andere miersoorten. Dat geldt met name voor parasitaire miersoorten binnen het Lasiusgeslacht, dus ook bij Lasius umbratus. Deze larven die kunnen namelijk vrij goed zelf bewegen. Nou, waarom deze larven zo bewegelijk zijn, dat komt waarschijnlijk doordat deze larven daardoor ook beter in staat zijn om zelf te eten. Van miersoorten waarvan de larven zelf kunnen bewegen, kunnen de larven ook voor een groot deel voor zichzelf zorgen. In tegenstelling tot larven die vrijwel de hele dag stil liggen. Deze die moeten eigenlijk altijd worden gevoerd door de werksters. Daarnaast is het ook goed mogelijk dat deze larven hierdoor in staat zijn om larven van het gastmierennest op te eten. Het zou dus kunnen dat in de natuur gele schaduwmierlarven de larven van de zwarte wegmier opeten om zo sneller te kunnen groeien. Helemaal zeker ben ik hier niet van, maar dit is één van mijn vermoedens. Hier in deze nestkamer kun je ook nog een pop zien liggen, een gele schaduwmierpop, waar nog een gele schaduwmierwerkster uit moet komen. Nou, tot nu toe denk ik dat er in totaal zo'n 30 kokonnen gevormd zijn, waarvan er maar helaas 6 succesvol zijn uitgekomen. Dat betekent dus dat een groot deel van de gele schaduwmierwerksters nog wordt doodgemaakt. Ik heb ook een aantal gele schaduwmierwerksters dood in de buitenwereld zien liggen. Nou, dit is ook wel vrij normaal voor een parasitaire mier. Vaak zal de eerste generatie van een parasitaire mierenkoningin zal namelijk ook mislukken. Dat komt er met name doordat de mieren toch doorhebben dat het niet exact om dezelfde miersoort gaat. Koloniegeur wordt namelijk deels genetisch bepaald, waardoor dus de eerste paar generaties van een parasitaire mierenkoningin vrij vaak zullen mislukken. Ook zie ik nog af en toe dat zo'n gele schaduwmierwerkster nog wordt lastiggevallen door een werkster van de zwarte wegmier, doordat ze dus toch doorhebben dat er iets niet helemaal klopt, waardoor dus een groot deel van de werksters die uit de cocon komen zullen sneuvelen. In de natuur zie je dan ook vaak, als de werksters van de parasitaire mierenkoningin in aantal toegenomen zijn, dat deze de werksters van de gastmierenkolonie, dus in dit geval de zwarte wegmierwerksters, zullen verjagen, zodat ze geen last meer zullen hebben van deze werkmieren. Dus zodra de gastmieren niet meer nodig zijn, zullen deze vaak worden verdrongen uit het nest. Hetzelfde gedrag zie je bijvoorbeeld ook bij glanzende houtmieren, die uiteindelijk ook de werksters van de gastmierenkolonie zullen verjagen.
als ze met genoeg aanwezig zijn. Wat we dan helaas ook kunnen opmerken, dat viel me helaas al eerder op tijdens het maken van deze opname, dat zijn deze drie zwarte bolletjes. Nou, wat dit zijn, dit is dus het stoffelijke overschot van de gele schaduwmierkoningin. Die is dus helaas vrij recent overleden. Waardoor dit komt, weet ik absoluut niet. Je kan zien dat de werksters goed gevoerd zijn en er voldoende broed voorhanden is. Dus het is me een compleet mysterie waarom deze dood is gegaan. Nou, het kan natuurlijk altijd zijn dat het hier toevallig een wat zwakkere koningin betrof. De meeste koninginnen die zullen ook gedurende het eerste jaar overlijden, doordat ze gewoon simpelweg te zwak zijn om een kolonie te stichten. Maar hierbij heb ik het echt totaal niet zien aankomen. Dit omdat er toch echt behoorlijk veel broed voorhanden is, waardoor ik wel het idee had dat de koningin goed werd verzorgd en het om een sterke koningin moest gaan. Nou ja, echter moet ik dus helaas constateren dat deze koningin vrij recent overleden is. Tot zover dan ook deze update met een wat bittere pil aan het einde. Nou ja, goed. Iets dat er helaas natuurlijk ook bij hoort. Nou ja, desondanks hoop ik dat je van de video genoten hebt. Ik heb ook geprobeerd om zoveel mogelijk informatie over deze mierensoort te verschaffen. Dus ik hoop dat dat gelukt is. Nou ja, mocht je deze video leuk vinden, geef hem dan een duimpje omhoog. Mocht je nog vragen, opmerkingen of tips hebben, vergeet dan niet een comment achter te laten. Mocht je nog geabonneerd zijn, vergeet dan niet om te abonneren. En tot een volgende video.